en welkom bij een nieuwe video. Voor alle nieuwe kijkers, welkom. Heb jij op deze video geklikt omdat jij net als mij gezonder wil gaan eten, lekker fit wil worden en bepaalde doelen wilt behalen omtrent je lichaam? Ben jij op het juiste adres? Want vandaag is het namelijk 1 februari en dat betekent dat ik per vandaag op dieet ga. Tot eergisteren had ik voor mezelf besloten dat ik op een heel streng dieet zou gaan. En dat zou dus zijn koolhydraatvrij eten een hele maand lang. Na heel veel gesproken te hebben met mensen die veel verstand hebben van fitness, voeding, heb ik toch besloten om dat niet te doen. In het stadium waar ik mezelf nu in bevind is het totaal niet nodig. En gisteren toen ik bij mijn moeder thuis was, heb ik mezelf ook gewogen. Ik heb thuis geen weegschaal meer. Dus ben ik erop gaan staan. In mijn hoofd was ik echt tussen de 5 en 10 kilo aangekomen. Wat totaal niet het geval was. Ik ben letterlijk 2 kilo aangekomen sinds november. Ik dacht echt dat ik tijdens alle vreedfestijnen echt moddervet was geworden. Maar dat viel reuze mee. Wat ik nu ga doen, wat jullie kunnen verstaan onder dieet, ga ik jullie als volgt vertellen. Ik heb hier achter mij 2 boeken. Mijn familieagenda en mijn purpose planner. We gaan beginnen bij mijn purpose planner. Ik heb daar namelijk een soort van schema gemaakt. En een spin met uit wat mijn dieet bestaat. Dit. Oké, ik ga het nu even met jullie doornemen. Mijn dieet bestaat uit 29 dagen. Ik ga niet voor jullie liegen, ik heb expres voor februari gekozen, omdat dat de kortste dagen heeft. Van die 29 dagen heb ik 4 cheat days. 4. Tijdens deze dagen mag ik alles eten wat ik wil. Ga ik dat doen? Ik denk het niet. Volgende punt. Ik moet minimaal 3 keer per week naar de sportschool gaan. Ik begin deze week ook netjes met 3 keer naar de sportschool gaan. 1 dag kies ik voor benen. Een andere dag kies ik uit voor mijn bovenlichaam. Dat kan zijn mijn armen, mijn biceps, mijn borst, mijn rug. Kan van alles zijn. En de derde dag kies ik ervoor om cardio te doen. Een uur lang. En daarnaast ook buikoefeningen. Ik wil heel graag voor mezelf vanaf de tweede week al na 4 dagen gaan. Maar dat is maar net hoe ik mezelf voel. Ik zeg altijd, hardlopers en doodlopers, dus kijk gewoon wat jouw lichaam aan kan. En als jij vanaf de tweede week al 4 dagen in de week kan gaan, is het alleen maar top. Al ga je voor bijvoorbeeld 30 minuten extra cardio doen, het zijn toch 30 minuten. En uiteindelijk vanaf week 3 en 4 wil ik echt naar de 4 en in de laatste week misschien zelfs wel naar de 5 keer gaan. En dan gaan we nu naar het 4e punt en dat is elke dag gezond ontbijten. Elke dag. Ik heb vanochtend ontbeten. We zijn nu 3 uur verder. Ik heb nog steeds geen trek. Ik heb best wel goed ontbeten met de juiste voedingsmiddelen. Ik voel me hier echt heel goed door. Ik heb super veel energie. Ik heb lekker mijn haar gedaan. Lekker met mijn zoontje gespeeld voordat hij naar bed ging. En ik had nog zelfs wat tijd over om huishoudelijke taakjes te doen. Dat ga ik vanaf nu niet meer overslaan. Voor mij is het de hele stap. Oké, stap nummer 5. Elke maandag opmeten plus wegen. Met opmeten bedoel ik mijn buikomvang. Ik heb een doel dat ik aan het einde van de periode wil halen. Ik wil minimaal 10 centimeter van mijn buikomvang weg hebben. Qua gewicht hoef ik niet per se af te vallen. Het zal leuk zijn als ik tussen de 63 en de 65 kilo zou wegen. Ik weeg nu by the way 67,8 kilo. Eigenlijk 67, want ik had mezelf gewogen met mijn uniformen aan enzovoort. Dus laten we er gewoon 67 van maken. Ik wil gewoon ongeveer 4-5 kilo kwijt. Als dat aan het einde van de rit niet zou gebeuren, zou ik dat niet erg vinden. Zolang ik die 10 centimeter minimaal kwijtraak. Ik weet niet of dat veel te veel gevraagd is voor een maand. Maar ik ga daar wel echt voor strijden. En dan zijn we nu bij de laatste stap. En een hele heftige. Dit wordt echt een challenge voor mij. En ik wil nu niet overkomen als alcoholist. Maar voor de mensen die mij wat langer volgen, jullie weten, ik hou ervan om in een weekend een lekker drankje on the side te doen. Of als ik bijvoorbeeld een paar dagen vrij ben, even gewoon, weet je, een cocktailtje maken. Even lekker laag gaan met een drankje. Heerlijk. Gaat niet gebeuren deze maand. Ik mag namelijk geen druppel alcohol drinken. Niet eens 1 druppel. Alcohol is echt de boosdoener
als het gaat om je gezondheid. Het is heel slecht. Roken is ook niet goed voor je, maar alcohol, wat dat met je buik doet, het is gewoon echt slecht. Dat zijn de 6 stappen omtrent mijn dieet. En wat ik niet vermeld heb is mijn voeding. Wat ik dus niet wil doen, ik wil zo min mogelijk vettige dingen maken zoals een lekkere Surinaamse bami of een lekkere makkelijke pasta of lasagne. Dat soort dingen wil ik proberen zo min mogelijk klaar te maken. Ik wil zo droog mogelijk eten. En met droog eten kan je verstaan een klein handje rijst. Want ik ga natuurlijk niet meer mijn 2-3 scheppen rijst gebruiken. Echt gewoon een handje rijst of een klein handje aardappelen. En geen jus. Stel dat mijn vlees wel een beetje jus heeft. Omdat ik dat wel voor de rest van mijn gezin maak. Mag ik het gewoon niet over mijn rijst doen. Of over mijn aardappelen. Of over mijn groenten. Dat waren dus mijn stappen. Ik heb ook een schema hier gemaakt. Waarin week 1 tot en met 4 op staat. En dan staan er eigenlijk 3 kleine vragen. Hoe vaak heb je gesport? Wat is je buikomvang? En wat is je gewicht? Op deze manier kan ik bijhouden hoe vaak ik gesport heb. En of mijn buikomvang daadwerkelijk smaller wordt. En om mijn gewicht bij te houden, want dat vind ik ook wel fijn. Dan heb ik ook nog mijn familieagenda. En daarin schrijf ik dus elke week het menu van de week op. Ik heb hier in deze agenda een vak. En hij begint nu natuurlijk vanaf donderdag. Want 1 februari begint op donderdag, dus maandag, dinsdag, woensdag staat er niet op. Maar vandaag eet ik dus pangafilet met broccoli en aardappel. Morgen ga ik voor 2 dagen koken, zalm en asperge. Zondag is mijn cheat day en ik heb hier echt al super lang zin in. Dus zondag ga ik lekker lasagne maken. Dus guys, dat was het menu van de week. Wat ik nu ga doen, hoe laat is het? Het is nu 1 uur. Over 50 minuten zo moet ik de deur uit om Genoa op te halen. Het is echt prachtig weer buiten. Dus denk ik dat ik eventjes met de boys naar het park toe ga. Om gewoon een wandeling te maken. En daarna ook even naar de speeltuin toe te gaan. Ik moet echt boodschappen halen. Na boodschappen doen ga ik lekker koken. En daarna ga ik in de avond sporten. Vandaag trap ik af met leg day. Ik vind dat persoonlijk het allerleukste om te doen. Ja, dat is een beetje mijn planning voor vandaag. Dus ik neem jullie daar gezellig in mee. Nou guys, ik sta inmiddels bij Genoa in de straat. Ze gaan pas over 5 minuutjes naar buiten. Dus ik wacht nog even binnen. Het is mooi weer. Maar ook weer niet het weer om 5 minuten lang stil te staan. Dus we wachten nog heel eventjes hier in de auto. En dan gaan we over een paar minuten uitstappen. Ik voel mijn washday van vandaag zo zwaar. Echt alsof het zegt van, girl, jij gaat gezond eten. Dus ik ga lekker met jou meedoen. Mijn haar werkt gewoon meteen mee. Like, ik kreeg trouwens weer in mijn DM van mijn social media bestie, Denise, dat die Miele haarolie die ik altijd gebruik, 1+1 gratis in. Nou jongens, dat heb ik nog nooit gezien. Ik had het dus in mijn mandje gezet. Super trots naar haar sturen. Wil ik het afrekenen? Is het uitverkocht? Ik ben boos. Ik ben echt boos. Dus ik wil eigenlijk heel graag naar de Kruidvat toe gaan. En ik las net dus ook in een Facebookgroep dat het dus ook op bepaalde Shea Moisture producten is. Op bepaalde haarmaskers. Echt letterlijk al mijn go-to producten zijn allemaal 1+1. Nou, sorry hoor, maar ik ga echt inslaan. Ik heb me in januari heel erg ingehouden. Maar sorry hoor. Maar ik ga echt geen goede koopjes misslaan. Omdat ik wil besparen. Nou, dit noem ik echt besparen. 1+1 op Shea Moisture. Guys, normaal gesproken betaal ik voor 1 pot 18 euro. Mag ik een 2e gratis krijgen? Ja, sorry. Heb ik mijn zonnebril mee? Want het is gewoon echt mooi weer. Ai. Oh my god, ik heb mijn zonnebril zeker al 4 maanden niet aangeraakt. Een mooie zonnebril. Oeh, yes. Ga je mee Noah ophalen? Of blijf je hier zitten? Ga je mee halen? Oké. Ik heb trouwens ook voor net, ik heb nog niet geluncht. Het is inmiddels al bijna 2 uur. Ik heb alleen maar ontbeten. Ik heb voor de boys 2 pakjes drinken meegenomen. We gaan gewoon lekker daar eten. Ik heb 2 broodjes gesmeerd. En voor mezelf, ja, ik heb nog geen boodschappen gedaan. Ik heb ook alleen maar wit brood. Dus ik vertik het om een broodje voor mezelf te maken. Gewoon water.
Volgens mij heb ik dat net niet verteld, maar ik ga dus ook absoluut geen frisdrank meer drinken. Ik ga alleen sappen zelf maken. Dat ga ik denk ik morgen doen. Ben ik echt mijn eten vergeten? Dat zou echt heel suf zijn. Ik heb het echt in mijn tas gedaan. Oh ja. Deze. Maar goed, ik ga nu uitstappen. Want it's time to go. Die kant. Nou guys, wij zijn gezellig in het Beatrix Park. Wij gaan ons hier gezellig uitleven. So enjoy! Ik wacht op jou. Kom Mason. Kom op, baby! Noah wil het laatste stukje brood niet. Kijk, de vogels zitten naar me op te wachten. Hij gaat nu zijn brood weggooien. Maar in plaats van in de prullenbak kan hij het liever gewoon weggeven. Gooi maar! Nou, volgens mij heeft Noah het een beetje warm. Maar kijk, even zijn broek, jongens. Op camera lijkt het niet zo erg, maar het is helemaal bruin. Dus wij gaan meteen naar boven. Douchen, pyjama aan en chillen. Ja? Pyjama, nee. Jawel. Nee. Even kijken wat de schade hier zo is. Ja, duidelijk te zien. Nou guys, we zijn inmiddels weer thuis. En de boys zitten nu lekker in hun kamer. Ik heb net heel gauw een wasmand geleegd. Ik ga nu gelijk een nieuwe was erin gooien. We zijn maar een uurtje weg geweest. Het is nu pas 3:10. Dus om de jongens nu te gaan douchen en pyjama aan doen, dat is nog best wel vroeg. Dus ik ga voor nu even gewoon huiskleding voor ze aandoen. Ik ga de boys nu aankleden. Daarna ga ik een wasje draaien. En daarna ga ik mijn staart krullen op de bank. Because a girl is tired. Nou guys, ik heb net een heel stuk niet gefilmd. We hadden Cyrano rond 5:15 opgehaald van het werk.
En daarna zijn we gelijk boodschappen gaan halen. Maar ik heb heel veel gezonde dingen in huis gehad. En Sirano en de jongens gaan nu eten. En het eten ziet er zo lekker uit. Mijn moeder had gisteren amsoi gemaakt met gebakken banaan. En och. Kijk hier wat ik moet missen. We gaan lekker dit eten. Maar één dag, dan ben ik erbij. Alsjeblieft. Ja. En ik ga nu alle boodschappen laten zien dat ik in huis heb gehaald. Het enige dingetje, ik heb dus vandaag mijn vlog geüpload en ik baal echt heel erg. De vlog van afgelopen donderdag duurde eigenlijk 30 minuten. En 20 minuten is me geüpload en ik had het niet door. Pas na 8 uur las ik de comments en zag ik van, opeens, je vlog stopt ineens. En jullie hebben helemaal gelijk, mijn excuses. Ik ga straks even kijken tot waar het geëindigd is. En dan kijk ik of ik het er nog bij kan plakken. Want er waren wel echt hele handige dingetjes in die wel leuk zijn voor jullie. Maar goed, anyways, ik ga gauw de spullen laten zien. Ik ruik echt het eten, ik heb zoveel honger. Maar goed, anyways, ik begin bij de eerste zak. Ik heb 3-4 zakken om met jullie te delen. Als eerst heb ik hier tijgerbruin brood voor de boys. En voor mezelf heb ik dit brood gehaald. Wildkorenbrood. Deze ziet er wel echt lekker uit. Ik heb hier spruiten. Vandaag stond er eigenlijk op het menu pandafilet met broccoli, maar overal was broccoli uitverkocht. Ik ben naar 2 supermarkten geweest. Overal uitverkocht. Dus ik moet even gaan kijken wat ik nu on the site ga maken. Maar ik dacht echt, oh, broccoli lekker makkelijk. Maar helaas. Ik heb hier ijsbergsla. Want ik ga lekker mijn eigen salades maken. Ik heb hier een zak groene appels. Dit zijn die Granny Smith appels. Echt heel lekker. Ik denk dat ik mijn verse sapjes hiermee gaan maken. Ik heb hier scharrelkipfilet, kalkoenfilet met minder zout. Ja. Ik heb hier weer een bleekselderij. Vorige keer vond ik dat sapje best wel lekker. Ik heb hier 2 zakjes mozzarella. Ik heb honingmosterdsaus. Vanillevla. En ik heb dit ook gehaald van die High Pro proteïnepudding. Karamelsmaak heb ik 2 keer gehaald. En deze zag ook wel lekker uit. Pindakaas banaansmaak. Ik hou echt van pindakaas met banaan. Dus ik hoop dat dit een beetje lekker is. Van die proteïne drankjes ook. En mijn moeder heeft dus laatst dit gehaald. Een tijd met kerst had ze dit gehaald. Van die appel, van die AHA mini appel berlinebollen. Dit is zo spannend. Voor de mensen die niet op dieet zijn, haal dit. En voor de mensen die net als mij strijden, ik zeg het je, haal het niet. Haal het niet. Kruidenboter. Eieren. Ik heb hier mini crackers. Ja jongens, we gaan op crackers leven. Ik heb hier asperge. Echt heel lekker. Ik heb snoeptomaatjes. Ik heb 2 keer griesmeelpap gehaald. Dit is eigenlijk een soort van mijn dessert. Ga ik lekker opwarmen en dan heb ik ja, gewoon lekker dessert. In plaats van chocola of chips is dit mijn dessert. Ik heb hier vanillekwark. En die vanille mild en creamy. Ik weet eerlijk gezegd niet wat het verschil is, maar ik vind ze allebei lekker. Nog meer crackers. En ik heb ook krusli gehaald. Ik heb hier vastkokende aardappelen. Noah mocht een koekje uitkiezen. Dus heeft hij deze uitgekozen. Vind ik ook echt heel lekker dit. Voor thuis ook sap gehaald. Want ik denk dat ze mijn sapjes niet lekker gaan vinden. En ik heb hier ook een vanille sojamelk. En dit samen is zo lekker. Echt waar, ik kan niet wachten. Ik denk dat ik daar morgen mee ga ontbijten. En ik zie hier nog een frietsaus. Ik heb hier ook van die surimi krabsticks. Dit is zo lekker. Als je bijvoorbeeld een salade gaat maken. Lekker met mais en dit. En gekookt ei. Sommige mensen doen ook appel, maar dat doe ik niet. Sommige mensen doen ook rozijnen of cranberry. Maar dat vind ik ook niet lekker. Maar gewoon zo. En dan misschien met een droge bakken kip erop.
Heerlijk. Ja. Ja, ja, ja. Even kijken. Safari koekjes. Hier had ik het laatst over. Deze vind ik meestal echt lekker. Voor het weekend, voor mijn cheat day, heb ik alvast dit gehaald bij de Lidl. Ja. En heel veel appelsap weer. Want dat is eigenlijk het enige wat de kinderen thuis eigenlijk drinken. Of siroop. Rijstwafels. Ongezout. Ik wil eigenlijk heel graag die van de Albert Heijn hebben, maar helemaal uitverkocht. Halfvolle milde yoghurt. Oh, halfvolle milde yoghurt. Ik wil eigenlijk magere hebben, maar ja. Vervolgens zijn we ook naar de visboer toe gegaan. Ik vond het best wel duur wat ik heb gehaald. Ik hoop echt dat het lekker is. Want anders doe ik dit niet meer. Ik heb voor in totaal een kilo vis €35 betaald. Nee, niet wel duur. Wat? Ik vind het wel duur. Is dit zo'n filet toch? Ja. Ja, het is wel echt groot. Ik ga die openmaken hoor, maar ik heb echt... Dus, oh, volgens mij moet ik het wel openmaken. Ik heb echt zo'n stuk zalm gehaald. €25. Volgens mij ben ik echt genakt. Maar toen ze zei dat wordt dan €35, dacht ik echt, wat? Maar goed, anyways. Ik heb ook panga filet gehaald. Dat kan ik jullie nu wel laten zien. Oh, ik dacht dat dat grote stuk die dinges was. Dit is die zalm. Wacht, ik kan het jullie wel laten zien. Dat is volgens mij echt niet goed. Maar het ruikt wel echt lekker. Not gonna lie. Ik hoop dat het ook lekker is. Mwa. Nee, ik ga dit niet meer doen, hè. Het verschil is wel, dit is wel dagverse vis, hè. Dus misschien dat je daarvoor betaalt. En met vis moet je eigenlijk geen grapjes maken. Want als er salmonella of wat dan ook is, dan heb je echt een probleem. Even vegen. Oké, en als laatste. Even mijn handen wassen. En als laatste ben ik. Want ik liep er langs. Ben ik weer naar de prijsmappers gegaan. En guys, die borstel die ik had gehaald. 10 out of 10. Het is zo goed. Het is gewoon niet normaal. Gelukkig zag ik dat ze er nog één hadden. Alleen weet ik niet of dit exact dezelfde is. Maar ik moest het gewoon hebben. Wat ik daar ook zag was twee Real Technic Beauty Blenders. Ik heb er toevallig eergisteren 2 besteld voor €10. Voor dit alles heb ik €9 betaald. Terwijl dit normaal €18 is en per stuk is 1 hier €9. Dus I can't. Ik ga nu al mijn spullen opruimen en daarna ga ik beginnen met koken. Ik heb geen broccoli, dus wat ik ga doen, ik ga lekker spruiten maken met panga filet. Ik ga gewoon 3 aardappelen pakken, koken en lekker veel spruitjes maken. Dus enjoy cooking with me.
Nou guys, ik ga nu lekker eten. Ik denk wel dat het lekker is hoor. Ga je eerlijk zeggen, kijk die vis, ik heb geen zout ervoor gezet, maar ik heb wel gewoon mijn viskruiden gezet. Iemand rent al naar mijn bord toe. Mijn aardappelen en mijn spruiten hebben absoluut geen zout. Mama, mama. Ja, Mason. Maar mag ik die? Wil je zeker vis proeven? Ja. Dan mag jij de first bite doen, oké? Zeg maar first bite. First bite. Ja? Is het lekker? Ja. Ja? Oké, eventjes mijn spruiten testen. Ik heb ze deze keer normaal gesproken kook ik ze altijd, maar ik heb ze deze keer gestoomd. Ik hou echt van spruiten. Nee, en dan ga ik een stukje van mijn vis proeven. Echt lekker. Ik hoop niet te weten eten. Maar de winkel? Ja. Waar wij een winkel? Hey Louis. Mama. Ja. Ik heb trouwens een oplossing gevonden voor mijn vlog. Ik heb dus de vlog in twee delen gemaakt. Natuurlijk heb ik het liefst één vlog, maar ik had echt niet door dat het maar 20 minuten duurde. Dus ik ga gewoon het tweede deel eraan vastplakken. Want hallo, ik heb wel moeite gedaan voor die vlog, hè? Dus het gaat online komen ook. Dus ik ga nu lekker mijn eten opeten en daarna pak ik jullie er weer bij. Nou guys, ik heb net gegeten. Het was heel lekker. Ik ben blij dat ik de vis een beetje gekruid had. Maar ik wou gewoon geen zout doen. Omdat ik toch al die viskruiden en alles, dat bevat ook gewoon zout. Maar normaal zet ik daarop ook nog zout. En dat beetje zout dat ik niet gezet heb, ik proefde dat het er niet in zat. Maar goed, anyways, ik heb lekker gegeten. Ik had niet alle aardappelen opgegeten. Ik heb volgens mij echt 4 stukjes overgelaten. Dat is ook een ding. Meestal wanneer ik eet, ik ben gewend, je eten gewoon moet opeten. Omdat, ja, thuis doen wij gewoon niet aan verspillen. Dat is echt een hele grote fout die ik eigenlijk altijd gemaakt heb. Want als je vol zit, als je voelt van ik kan niet meer, dan moet je gewoon stoppen. Je kan het bijvoorbeeld ook eventjes laten en misschien over een half uur of voor uur weer eten. Maar als je vol zit, zit je gewoon vol. Want je rekt je maag hier ook zwaar mee uit. En dat is gewoon echt niet nodig. Dus ja, dat. Ik heb me inmiddels aangekleed. Ik had Cyrano net geprankt. Ik had eigenlijk echt moeten filmen. Ik had een hele korte legging aan. Echt zo'n kort broekje die echt net onder je bil komt. En ik ging doen alsof ik zo ging sporten. En hij keek me echt aan. En ik wist dat hij met die lijn zou komen. Laatst toen je met me ging sporten, leek je op een oma. Nou, thank you. Je leek op een oma. Jawel, je zei je draagt altijd je oma legging wanneer precies, je met mij sport. Nou, iets anders. Sorry joh, maar het was gewoon fully Gymshark outfit. Het was gewoon spang. Maar goed, anyways. Je moet wel eerlijk zijn, hè. Dit was out and about. Skin out. It was everything out. Ja, maar goed, anyways. Ik heb nu gewoon rustig mijn hardloopbroek aan. Nee, mijn hardloopbroek. Nee, maar niet, boom. Ik heb mijn hardloopvest aan. En ja, je gaat lopen. Een lange legging. En ik ga nu de deur uit. Want het is echt al heel laat. Hoe laat is het, moe? Half elf. Ja, nee, ik ga niet sporten. Ik zou eigenlijk om 10 uur gaan, maar toen bedacht ik me van, rond 10 uur is het meestal nog best wel druk en ik heb geen zin in drukte. Dus ik ga nu, dan kom ik ongeveer 11:15 aan. En dan ben ik voor 12 uur wel weer thuis. Dus guys, ik neem jullie gezellig mee naar de sport. Nou guys, ik ben inmiddels weer thuis en ik kan jullie vertellen, iedereen doet met mij mee in Almere. Iedereen doet nu zogenaamd gezond en het irriteert. Al die andere dagen is het echt rustig en nu opeens is het heel druk in de sportschool. En weet je, ik vind het alleen maar goed wanneer mensen aan hun gezondheid werken, maar dit zijn chillers die apparaten bezet houden. En daar kan ik gewoon niet tegen. Mensen die komen chillen en hangen. En toevallig stonden al die hang jongeren bij de beenapparaten. Zo irritant. Dus ik heb gewoon niet kunnen filmen. En daar baal ik wel van. Want ik heb wel veel kunnen doen. Iedereen stond ook echt op een kluitje. En ik vind het nooit prettig om te filmen als de ruimte heel erg druk is. Want zelf vind ik het ook niet fijn als ik
mezelf opeens random op iemands TikTok zie staren of zo. Dat is gewoon niet fijn. Dus ik respecteer dat wel altijd. Volgende keer ga ik een uur later. Ik weet niet in hoeverre ik dat trek. Maar ja, vroeger deed ik dat ook altijd. Maar goed. Ik vind mijn haar echt leuk zo. Wat vinden we van mijn haar zo in een staart? Ik vind het echt leuk. Echt cute. It's bouncy. It's giving. Even kijken. Ik ga nu een proteïne shake maken. Ik ga daar 1 scoop van, is het vanille? Ja, vanille proteïne in doen. Een volle scoop. Wacht, eerst melk. Ik ga lekker voor die Alfro sojamelk. We gaan voor 400 milliliter. We gaan voor een volle scoop. En wat ik sinds kort ook gebruik is dit. Creatine. En daar moet je maar 1 scoopje van in doen. En deze scoopjes zijn heel klein. Dit helpt dus. Oh, dit is echt heel klein. Meestal maakt Cyrano dit voor mij, maar kijk. 5 gram. De vorige keer toen ik dit dus had gebruikt, had ik veel minder spierpijn. Mijn spierpijn was zeker weten aanwezig. Het deed zeker 30% minder pijn dan gebruikelijk. Ik kon deze keer gewoon normaal bukken, dingen van de grond pakken of weet je. Normaal gesproken kan ik dat echt niet. Dus deze zit nu echt standaard in mijn, in mijn proteïne shake. En dan gaan we het even goed shaken. Ik heb er zin in, jongens. En ik hoop dat jullie dat ook hebben. En ik ben nu naar de sportschool gegaan. En ik voel me gelijk. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Maar als ik na een lang me altijd uit. Als ik naar de sportschool ben geweest. En ik heb mijn benen getraind. Dan voelt het echt alsof je bil dikker is. En nu voelt het ook alsof mijn onderkin minder is. Kijk hier. Of is het een of anders? Misschien moet ik hem even zo pakken. Nee, het voelt echt alsof. Het voelt echt alsof ik al. Het voelt echt alsof ik al 3 kilo ben afgevallen. Ik voel me gewoon. Ik heb vandaag de hele dag niet slecht gegeten. En ik voel me gewoon echt goed. En dat is echt zo. Wauw. Je moet het echt proberen. Hoe? Dit. Kijk dan. Deze combinatie is echt goud. Okay. Ja, man. Het enige, ik had die melk niet in de koelkast gezet, dus die shake is niet koud. Ik kan ook ijsblokjes erin doen, maar dan wordt het zo waterig, daar heb ik ook geen zin in. Oh, dit is echt lekker. Ik ga lekker mijn shake opdrinken. Daarna ga ik naar boven, mijn douchen en gelijk naar mijn bed, want het is echt al over 12. Morgen worden de kiddo's gewoon weer vroeg wakker. Dus lieve mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Voor de mensen die met mij mee gaan strijden, 29 dagen lang. Laat dat dan in de comments achter, dan kunnen we elkaar lekker motiveren. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Vond je de video leuk? Vergeet geen duim omhoog achter te laten. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dan hoop ik jullie allemaal terug te zien bij de volgende video. Doeg!